Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noraly en vandaag heb ik een sieraden onderdeel stage voor jullie. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb van sieraden spullen, of ja, sieraden onderdeel spullen? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Ik ga beginnen met de kast hier naast mij. Hier zitten mijn verzendmaterialen in. En ja, ik ga gewoon beginnen met de minst interessante kast. En dan op het einde de leukste kast, denk ik. Ja, we zullen het zo doen. Dus ik ga die kast nu aan jullie laten zien. Dus dit is de kast die ik bedoel. Die is een beetje heel rommelig. Maar ik zal beginnen met de onderste lade. En hier liggen heel veel bubbel-enveloppen in. Of ja, die zijn bijna op. Maar dit zijn mijn bubbel-enveloppen. En dan heb ik hier allemaal brievenbusdoosjes. En dan nog een bubbel-envelop. En hier nog een doosje. En dan zitten er ook nog een paar kraaltjes. Een beetje over je rommel. Dus een beetje van dit. En dan zit hier nog wat polymeer sieraden in. Dus zo die ringetjes. En eigenlijk dingen die ik nooit gebruik. En dat moet ook eens opgeruimd worden. Maar dan hierboven zit allemaal polymeer klei. In deze bakjes. En dan hierachter ligt nog een mega grote bak. Waar niks in zit. Dus kan zijn dat ik die binnenkort gebruik. En nog een lege bak. Dan zit hier allemaal 2 mm kraaltjes. Die ik ook eigenlijk niet gebruik. En dan 2 stickerrolletjes. En dan, ja, dit is niet een heel interessant bakje. Zo van deze dingetjes. En dan zit hier nog wat kralen in. Maar eigenlijk gebruik dit nooit. Dan zit hier nog wat visitekaartjes in. En nog meer kralen. Dus dit is echt heel rommelig. Maar dan ga ik door naar de volgende kast. Dan hier achter mij heb ik allemaal kralen. Hier zitten allemaal kralen in. Allemaal 4 mm kralen. En overige stickers en zo van die dingen. Niet echt heel interessant. Want ik heb er niet zo heel veel. Ik heb er niet zo heel veel voorraden van. Vandaar dat het gewoon hier in steekt. Dus dat ga ik ook niet uitgebreid laten zien. In dit bakje liggen al mijn verzendspullen, dus gewoon stickers. En hier liggen ook nog gewoon wat postzegels. Maar ik ga alle stickerrollen laten zien die ik heb. Als eerst heb ik zo deze stickerrol met Happy. Met Happy, With Love. En die oogjes en For You. Dan in deze rol staat Happy Birthday, For You, Enjoy en XOXO. Dan deze rol met allemaal stickers. Hello love, een sterretje, thanks en nog een hartje. In deze stickerrol heb je thank you, een regenwolkje, nog eens thank you en nog eens thank you. Dan deze heeft allemaal hartjes met tekstjes erop. Gewoon een rol met gouden hartjes, thank you stickers. For you, love, happy birthday. Ik zie ook ergens een cadeautje. En dan maar ook ergens een regenboog. Ik zie die nu niet. Maar dan heeft hij ook ergens een regenboog. Dan deze thank you stickers. Heel simpel, maar heel leuk. Nog meer thank you stickers. En dan heb ik hier ook nog rollen die ik nog nooit heb gebruikt. Dus die eigenlijk gewoon nog dicht zijn. Namelijk deze 2 thank you sticker rollen. En deze 2 thank you sticker rollen, wacht. Deze. Echt heel leuk. Dus dat zit in dit doosje. Of ja, in deze bak. Hier heb ik nog een bakje met allemaal cijferkralen. Van 1 tot 9. Of ja, van 8. Want 6 kun je gebruiken voor een 9 en een 6. Dus dat is wel handig. En dit zijn natuurlijk mijn 2 luxe kasten. Maar als eerste ga ik dit nog even laten zien. Hier zitten allemaal 6 mm parels in. En dat zijn er echt heel veel. Meer dan 5000, normaal gezien. Dus die heb je hier. Dan allemaal rollen koord en touw. Hier zie je dik ijzerdraad, elastiek. Nog meer elastiek, allemaal elastiek. Hier nog wat ijzerdraad. Satijnkoord. Nog meer
elastiek of nog ergens. Ik heb ook nog ergens waxcoord en zo van die dingen. Dus dat zit allemaal in deze bak. In de bak hiernaast liggen een paar eenzame kralen. Zo dat roosachtig. Dit zijn confetti mixen. Heel veel kauwgieschelpjes. Allemaal stickers. Wacht. Allemaal stickers. 4 mm kralen. Allemaal sieraden en dan confetti. En nog weer 2 mm kralen. Maar de 2 mm kralen staan ook op mijn site. En die liggen allemaal hier. Maar dan ga ik deze twee bakken laten zien, want ze zijn echt heel leuk. Oké, in dit vakje zitten allemaal polymeerkralen. Hartjes kralen, zo van die grote hartjes. Nog meer polymeerkralen. Hier zit een vakje met gewoon parels. Een leeg vakje. Nog meer pareltjes. Staafjeskralen. Nog meer staafjeskralen. Pareltjes. Die heb ik al laten zien. En zo deze dingetjes. Dan in dit vakje zitten oorbelhaakjes. Oorbelhaakjes goud. Nog meer oorbelhaakjes. Hartjes kralen en sterretjes kralen in de mixkleur. Zwarte hartjes kralen. Blauwe, paars en roze hartjes kralen. Geel en groene hartjes kralen. Oeh, ik heb eentje over te zeggen. Zulke hartjes. Pareltjes. Nog meer hartjes. Natuurstenen en marmeren kralen. Zonnebrilkoortjes, zonnebrilkoortjes en nog meer zonnebrilkoortjes. En er zitten nog natuursteentjes in. Dan in deze bak zitten knijpkraalverbergers. Dit zijn 5 mm knijpkraalverbergers. En dit zijn 3. Zo die heel kleintjes. Kauwgieschelpen, dit zijn ongebleekte en dit zijn dichte. Trompetschelpjes. En nog meer trompetschelpjes. Dit zijn roze en dit zijn bruine en dit zijn dus de witte. Telefoonhoesjes. iPhone 7 en 8. Dit is iPhone 12 Pro. En dit zijn ook 2 iPhones. iPhone... Ik weet niet wat ik heb opgeschreven. iPhone 11 Pro, iPhone 6 denk ik. Maar dit klopt denk ik niet. Hartjes. Sterretjes. Figuurkraaltjes. Belletjes. Nog meer belletjes. Pastelhartjes. Pastelsterretjes. Polymeerkralen. Letterkralen, gekleurde letterkralen, oorbelhoeps, gekleurde letters, nog meer polymeerkralen en nog meer polymeerkralen, yin-yang polymeerkralen, nog meer figuurkralen, maar die zijn anders dan deze. Zo, dan heb ik deze soort en ik heb deze soort. Dus dat zijn 2 verschillende soorten. Neon hartjeskralen. Gouden hartjeskralen. En gekleurde hartjeskralen. Pieskralen. Zo die Turkse oogjes denk ik dat dat zijn. 4 mm parels. En die zijn iets groter dan vanachter. Heel veel letterkralen. Doorzichtig met wit. Zwarte letterkralen, gekleurde schelpjes, kettelstiften denk ik dat dat zijn. En dan zijn dit niet stiften of andersom. Gekleurde belletjes, positieve kaartjes, visitekaartjes, polymeerkraaltjes, stickertjes, allemaal overige stickertjes.
Dan sterrenzakjes. Nog één goud sterrenzakje. En dan witte sterrenzakjes. Een holografisch zakje. Wat heb ik hier dan nog? Deze zakjes. Hartjeszakjes. Nog meer hartjeszakjes. Stippenzakjes en bloemenzakjes. Dan was het dit bakje. Dan hier heb ik wat verschillende soorten touw. Dus elastische touw in het zilver. En dan zulk touw. En dan volgens mij is het nog dik nylondraad. Dan heb ik ook nog dit bakje. En hier zit gewoon confetti in. En dit zijn al mijn zelfgemaakte zakjes. Ik zie dat er een oorbel in ligt. Oei, dat is niet de bedoeling. Dus dat is dan dit bakje. Dan heb ik nog twee bakjes. Een bakje met bedels. Oei, oh nee. Dat ging niet zo goed. Lopende pantertjes. En dan panterkopjes. En dan zo die panterdingetjes. Zo dat patroon van een panter. Dat is dat. En dan allemaal buikringetjes. Mijn kralenbak kan natuurlijk niet ontbreken, maar die ligt onder. Dus ik ga die even aan jullie laten zien. Dan was dit ongeveer mijn hele stash. Ik heb hier en daar nog wat spulletjes liggen. Maar ik vond het niet zo leuk om dat in deze video te doen. Wie weet doe ik dan nog een andere video. Want er zijn nog zo allemaal van die kant-en-klare pakketjes. En nog wat overige rotzooi eigenlijk. Want ik gebruik dat niet meer. Maar dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!